Yo guys, Fiverr Coaches hier. Vandaag nieuwe basistechniek, de ringen op de triangels. Check it out. Okay, dit is de basistechniek van de ringen. Haal je zwaai vanuit je heupen en zorg erbij dat je je benen bij elkaar houdt. Je armen komen van beneden vanuit je heupen naar boven, zodat je in hetzelfde ritme zit als je benen. Het ziet er ongeveer zo uit. Alright, er zijn drie manieren waarop je de hindernis kunt beginnen. De eerste is dat je gewoon een voetklem zet in het inklimtouw en dan met één hand de eerste ring of triangel pakt en vervolgens je zwaai inzet. De tweede manier is dat je ook weer een voetklem zet, maar dat je al probeert naar de tweede of de derde ring te klimmen. Zorg dan, op het moment dat je de zwaai inzet, dat je twee handen in die ring hebt, omdat er best wel een klap op je handen kan komen. Als je de tweede manier gebruikt, zorg dan dat je de voetklem met de open kant richting de ringen hebt. Dus op deze manier. En niet op deze manier. De derde en snelste manier is dat je met een aanloop met één hand het inklimtouw pakt en met de andere hand meteen al naar een tweede of derde ring springt. Let wel op je afzet en zorg dat hij niet voorbij het inklimtouw is. Ja, als je wat verzuurd bent, is het een goed idee om met twee handen in de triangels te gaan. Dan heb je een stuk meer zekerheid. Als je misschien verzuurd bent in je onderarmen, je hebt nog wel heel veel kracht over in je biceps, kun je hem eventueel ook op korte armen doen. Gaat ook vrij snel. Kijk hier. Die manier met die korte armen is goed als je veel snelheid wil maken. Je kan ook een ring proberen over te slaan. Belangrijk is dan dat je die zwaai extra inzet vanuit je heupen. Dat je even optrekt met je achterste arm om nog grotere zwaai te creëren, zodat je bij de volgende ring kan. Nog een laatste tip voor jullie. Train erop dat je die triangels en ringen op deze manier pakt. Aan je vingers verzuur je minder snel en je krijgt ook minder snel blaren, doordat je niet de wrijving op die ring en de triangel zet. Als je hier slechte grip op hebt, kun je ook ervoor kiezen om soms een touwtje erboven te pakken. Soms kan je hand dan rusten op de bovenkant van de triangel. Okay guys, dit was de techniek. Wat belangrijk is, vooral bij de ringen en triangels, dat je goede knijpkracht hebt. Heb je daar dan niet zo erg, oefen daar vooral op. Vond je dit een vet filmpje? Geef even een duimpje omhoog en zorg dat je je abonneert op ons YouTube kanaal. En wij zien jullie de volgende keer.